parlement dat door Jan en Alleman gekozen wordt, dat lijkt me desastreus. Iemand moet er geschikt zijn voor het leiderschap. U weet dat geschiktheid voor de troon en de erfopvolging niet telt. U bent geschikt, maar er gaan stemmen op die zeggen dat uw oudste zoon dat niet is. Waar is uw zoon trouwens? Hij zou hierbij aanwezig zijn. Oh? Betekent de nieuwe grondwet ook al dat ik u moet vertellen waar mijn familieleden uithangen? Majesteit, wij moeten werkelijk naar een constitutie... Ja, die liberaal en democratisch is. Het kippenhok spreekt. Hoe het ook zij, majesteit... Er mag nooit meer een regime gevoerd worden waarbij ons land, uw land, door uw vader, zoals dat in de volksmond heet, naar de sodomieterij is gebracht. Alle vorsten van Europa moeten inbinden op straffen van revolutie. En, dat inbinden betekent? Dat u samen met het kabinet der ministers voortaan met één mond zult spreken. En dat u het dus altijd eens bent met de ministerraad. Dan heb ik helemaal niets meer te vertellen. Jazeker, majesteit. Als ik teken... blijf ik dan koning? Alleen dan, majesteit. Dan wil ik politieke onschendbaarheid. Alleen de ministers zijn verantwoording schuldig aan het parlement.